Welkom terug in de gezelligste huiskamer van Limburg. Welkom bij Studio TVL. Ja, de vergrijzing van de bevolking en dan zijn er ook steeds meer mensen die door dementie getroffen worden. En dat hoeft niet altijd alleen maar slecht nieuws te zijn. Nee, want wist je dat er heel veel prachtige initiatieven zijn om die mensen een geweldige oude dag te geven? En dames die er echt alles van weten en zelf hebben meegemaakt. Op de ene kant zit hij bij mij op de zetel. Dag, sowieso Madeleine, Jenny en Chantal. Madeleine, jouw moeder werd getroffen door dementie eigenlijk, ja. Hè? Hoe merkte je zoiets? Ja, dat gaat zeer langzaam achteruit en dat gaat zo, ik noem dat altijd een stukje felder en dan weer een plateau, dat een stukje stabiel en dan weer zo een beetje. Soms gaat dat zeer snel, soms gaat dat zeer traag. Wat waren zo de herkenpunten waarin je dacht van oei, moet je eens... 3-4 jaar geleden was dat ze erg verward was, maar nu de laatste 6 maanden is vooral het stuk erbij gekomen wat ook in de uitzending aan bod komt, zo van de tijdsoriëntatie die ze kwijt is. Dat is ze eigenlijk op een paar weken tijd, was die haar tijdsoriëntatie kwijt. Morgen, avond, heb ik nu al gegeten, moet ik nog eten, wat gaat er nu gebeuren? Dat was eigenlijk ja, onbegrijpelijk snel. En alleen de tijdsoriëntatie, niet de ruimteoriëntatie, niet de mensen kennen, nee. Alleen het stukje tijdsoriëntatie. Wat zijn de stappen dan die je op dat ogenblik kan zetten, denk je? De vorige jaren hadden we al de stap gezet naar het dagcentrum. Naar het dagcentrum opvang, om wat terug structuur in die dag te brengen, om ook activiteiten waar ze konden delen. Nu, zij komt zeer graag onder de mensen, dus ja. Dat was dus heel gemakkelijk hè, om dat uit te leggen. Nu, de stap naar het dagcentrum is toch wel een beetje moeilijk gegaan in die zin, wanneer ik daar uitlegde wat er te doen was, en ze kenden daar ook mensen, en dat we dat eens gingen proberen. Hè. En dan een kennismakingsgesprek gedaan, mm-hmm. En dan eens gezegd, kijk, we zullen eens een paar keer op proef gaan, dat je een keer kunt uitproberen. Maar ik heb eigenlijk nooit de vraag gesteld, wil jij daar naartoe gaan? Want ook, ja, als je dan een nee krijgt, wat doe je dan? Hè? En ik denk ook dat je niet vaak een echte volmondige ja krijgt. Dus nee, we hebben eens geprobeerd. Maar ik was er wel van overtuigd dat het ging lukken, omdat ik weet dat ze graag onder de mensen is. En die activiteiten eigenlijk graag doet. En dat is ook zo gebeurd. Maar de eerste dag was ze eigenlijk zogezegd ziek als ze moest gaan. En deed ze haar jas niet uit als ze ginder kwam. Dus maar, dat is maar allemaal van korte duur geweest. Ik zie de dames naast je wel lachen. Ik heb wat moeten sturen. Ik heb niet moeten wachten tot dat dag dat zij ging zeggen wanneer gaan. Ik voel het al, je bent een sterke vrouw. Je bent ook een mantelzorger. Iemand die zelf voor je moeder heel actief zorgt. Dat moet toch ongelooflijk belastend zijn, denk ik. Ja, maar daarom is dat dagcentrum ook zo belangrijk. Hè? Dus... De zorg dat die dag hoef ik niet na te denken, wat doet ze nu vandaag, wat doet ze niet, wat is ze vergeten. Ik weet dat ze heel de dag goed bezig is en fijn bezig is. Hè. Plus ik kan terecht met mijn vragen over, van als ik zelf niet weet, hoe dan steunen die mensen mij van hoe vang ik op. Heel belangrijk voor mij is ook die overstap van van dagopvang naar kort verblijf. Want als ik op verlof ga, ik kan niet op verlof gaan. Nee, natuurlijk. Dus doordat ze op kort verblijf gaat, wel. Dus dat is een heel ontlasting op dat moment voor mij. En je kan gerust op verlof. En dat kan ook dankzij onze Jenny van Okura in Montenaken. Daar is je moeder nu in goede handen. Hè? Ja. Ik zie je wel lachen, Jenny. Je herkende de situatie. Ja, absoluut. Ja. Het is, maar van in het begin was het bij je mama toch wel... direct raak om in het dagcentrum aan te komen en zich thuis te voelen. Ja. Het is heel sociaal, een vrouw. Ook, ja, want jullie organiseren daar van alles. Echt een tijdsbesteding om de mensen echt niet alleen een fijne tijd te geven, maar ook proberen... Een zinvolle tijdsbesteding, ja. Dat gaat van zelf de soep maken in de voormiddag tot kaartspel. We hebben een aantal verwoede kaarters die absoluut niks anders zijn willen dan hun kaartspel spelen. En het koor natuurlijk, want in de reportage van vanavond, in Dag Limburg trouwens, zeker kijken vanavond vlak voor het TVL-nieuws, is aflevering 3 van Dementie aan de beurt. En daarin leer je onder meer Okura in Montenaken kennen. En daar hebben ze een geweldig initiatief, dat doen ze namelijk een koor met dementerende mensen. Binnen het woonzorgcentrum van Montenaken is er een geheugenkoor opgericht. Adrienne is een van de enthousiaste zangeressen die wekelijks met volle overgave repeteert. Het geheugenkoor is eigenlijk een koor waar personen met dementie samenkomen om te zingen. Personen met lichte vorm van dementie of mensen in een verder gevorderd stadium van dementie. Bijgestaan door mantelzorg, vrijwilligers en personeel van het rusthuis zelf. Het is bij dementie vaak heel moeilijk om een aangepaste vrije tijdsbesteding te vinden. En zingen is iets dat
van heel jong gebeurt. Dus eigenlijk blijft iets heel lang in het geheugen zitten. En vandaar dat dat echt iets spontaan kan gebeuren. Omdat op het nu kunnen we eigenlijk geen beroep meer doen. Wel op het vroegere geheugen. En dat komt spontaan. Het zingen is eigenlijk iets dat bijna in de moederschoot al gebeurt. Ja, Madeleine, we zien je moeder Adrienne helemaal genieten in het koor. Ja. Voel je dat het werkt bij haar? Ja, ik had dat nooit verwacht dat voor haar zingen zo belangrijk zou zijn, want zij heeft nooit gezongen. Maar nu hoor ik haar regelmatig, is dat al gebeurd, dan 's morgens de verpleegster komt voor het ochtendtoilet, dan hoor ik haar aan de verpleegster het liedje zingen wat ze een dag voordien geleerd heeft in, of gezongen heeft in het geheugenkoor. Dus ik heb mijn moeder nooit horen zingen, maar nu hoor ik mijn moeder zingen. En dan kan je zo van de ontbijttafel lachen en genieten, ja, en zeggen van ja, kijk eens, ze heeft het daar goed. Ja. Chantal, je bent van ECD Contact. Wat doen jullie dan precies? Wij begeleiden mensen aan naar allerlei initiatieven nemen wij, zeker voor de mantelzorgers, want daar is nog een heel gebrek aan, omdat ze toch maar alleen staan. Ja, mensen die voor hun eigen ouders of naasten... Of eigen familie of buren, maakt niet uit. En wij begeleiden hun in het proces om te leren omgaan met personen met dementie, want per slot van rekening moeten wij de knop omdraaien, kunnen zij het spijtig genoeg niet meer. En wij geven zoveel mogelijk handvaten en kapstokken. En wij organiseren lotgenotencontacten om zoveel mogelijk een hart onder de riem te steken, dat het gevoel gegeven aan mantelzorgers van kom, jullie staan er niet alleen voor, er zijn nog mensen die met diezelfde problemen geconfronteerd worden en samen gaan we sterker eruit worden. En iedereen een mooi leven geven, hè? Een zinvolle tijdsbesteding, want als je ziet het soepkoken samen, dat is toch genieten in een leven. Hè? Dat is onvoorstelbaar. Ik werk ook als ergotherapeut binnen het woonzorgcentrum Zonnestraal hier in Hasselt en ik ben ook dagelijks bezig dus met personen met dementie. Ik heb mijn hart niet alleen verloren aan mijn echtgenoot, maar ook aan personen met dementie. Ja. En het blijft, ik blijf geprikkeld, zoals de docu-reeks ook benoemd geworden is. Ik blijf geprikkeld, ik blijf de uitdaging aangaan, ondanks het feit dat ik mij ten zeerste ook gewaar word dagelijks dat het niet altijd even gemakkelijk is en niet van de poes is, maar toch moeten we er blijven voor gaan. Om zeg het, de maatschappij van vandaag staat voor steeds meer de uitdagingen, maar samen kunnen we er iets aan doen, hè, denk ik. Hè. Zeker weten. Ik wil nog iets toevoegen, hoe belangrijk dat voor ons ook de buurt is, de buren zijn. We wonen in een klein dorp, is dat natuurlijk gemakkelijker. Ja. Hè? Maar bijvoorbeeld om naar, de ene buurvrouw komt haar halen om te gaan kienen, de andere buurvrouw neemt haar mee naar ziekenzorg, een buurman rijdt met haar naar Okra en nog een andere neemt haar mee naar KVLV en die van KVLV brengt haar weer thuis. Maar dat is heel belangrijk. Want absoluut. Ik heb mijn handen vol, we zijn een klein familie, ik heb geen zussen of geen broers, ik heb maar 2 dochters met zelf een jong gezin, dus die doen wat ze kunnen. Maar ik bedoel, door die buurt, door die medewerking van die mensen, kan zij veel meer naar dat soort activiteiten gaan, wat ze anders niet kon. En die nemen haar niet alleen mee, die houden ook een oogje in het zeil van, heeft ze haar jas mee, heeft ze betaald, wat moet er nog alle gebeuren. Details, en dat is voor mij heel belangrijk, ik heb u dat nog verteld, dus dat sociaal netwerk in een klein dorp is natuurlijk gemakkelijker. Dat is heel en is een grote ontlasting uiteindelijk voor de mantelzorger ook. Hè? Absoluut, ja. Want je kan je alleen maar goed zorgen voor iemand anders als je eerst ook goed zorgt voor jezelf om die batterijen terug op te laden. En dat is ons uitdaging als expertisecentrum om de maatschappij zoveel mogelijk, ik blijf het woord gebruiken, absoluut, te prikkelen van mensen. Prachtig. Kan u ook overkomen en het gaat voilà, ons we zijn allemaal er met z'n allen over. Dames, hartelijk dank voor jullie getuigenis hier op de zetel. Vanavond zien we het volledige verhaal uitgebreid in Dag Limburg. Doe de groeten sowieso aan iedereen bij jullie en bedankt voor het komen. En vergeet zeker niet te kijken naar Dag Limburg vanavond voor het TVL-nieuws. Dan zie je het volledige verhaal onder meer van Adrienne.